De Stichting Toerisme Suriname, STS, heeft een nieuw bestuur. De minister van Handel en Industrie en Toerisme, Ferdinand Welzijn, heeft gisteren het bestuur geïnstalleerd. Het dagelijks bestuur staat onder leiding van Anne Hermelijn. Van Nuessa Stuger Jeffrey is de ondervoorzitter en Anthony Wong de secretaris. Dit bestuur moet onder andere de voorbereidingen treffen voor de oprichting van een toerismeautoriteit, de Tourism Board. Verder zal het bestuur moeten werken aan het bespoedigen van de goedkeuring van de toerismewet en de wet toerismeautoriteit door de DNA. Minister Welzijn drukte het STS-bestuur op het hart om voortvarend te werken aan het behalen van de beoogde resultaten.